Yo guys, jullie welkom hier met vandaag een nieuwe video. Ik ben gisteren naar Horst Amerika geweest. Dus bij deze Horst Amerika 3.0. Oké, we zijn in Horst Amerika. Hier zijn allemaal fucking nice kinderen. Die kennen wij al. En die wouden even een backflip zien, dus dat gaan we nu even doen. Let's go. Oké, de backje is gelukt. Nu ga ik even met de jongens een lijntje over deze doen. Ja, jongens, gaan we dat doen? Ja, eerlijk zien. Over wie ga ik allemaal inspelen? Ja, mij. Vier mensen. Oké, let's go. Bij die wil daar. Let's do it! Nou jongens, liggen jullie lekker? Ja. Ja? Oké, goed blijven liggen. Ja. Brian, ga jij ook over ineens springen? Durven jullie dat? Hebben jullie een beetje vertrouwen in Brian? Ja! Ja? Gaat hij het halen? Ja! High five! Hey. Oké, let's go! Wow! Ik ging... Hé hey, jongens, wat kunnen we nu in de titel zetten? Hashtag gevaarlijk. Maar goed, even serieus jongens, let's get some clips. Maar goed jongens, even serieus, let's get some clips. Oké, nu ga ik een rondje doen. Oké, jongens, en voor het laatst van de video hadden we nog een soort ideetje. Ja, we gaan niet precies uitleggen wat, want het is echt debiel. Kijk maar gewoon. Ja, let's go. Oké, voor als het je nog niet was opgevallen. Ja, we hebben onze cranks parallel met elkaar gezet. Kijk zo. Brian ook. En we gaan nu dus heel even gewoon op de baan uittesten ja, wat we daar nou precies mee kunnen. Wel even eerst helm pakken. Nou, oké, Brian is de gelukkige. Jij gaat de eerste drop in doen. Ik ga even daar staan. Succes, bro. Ja, dankjewel. Ja! Ja! Oh! What the fuck? Hey, is dat chill? Nee! Je staat gewoon rechterop. Satisfying? Ja. Oké, nu is het Jelle zijn beurt. Kijk, kom op. Oh, wacht, ik wil mijn voet normaal zetten, maar dat ging niet. Wacht. Ik ga het rietje draaien. Ja! Oh, dat is eng. Oh! First try! Yo! Dat is zo fucking grappig, hè? Want kijk, hè. Je wil de hele tijd je voet daar neerzetten, maar het is er gewoon niet. Ik zweer het je. Als je je een keer verveelt en je wil iets doen met BMX, probeer dit. Het is geniaal, echt waar. Nou, Brian is te gelukkig. Hij mag als eerste dubbels proberen.
Kom maar, jong. Nou, hij is er overheen. Hé, je bent er in elk geval overheen. Oké, bro. Kom op, hè. Let's go. Oh, jij gaat het erop in doen. Of te rollen. Nog een keer, wacht. Die wil ik even iets cleaner hebben. Oh! Beetje, Brian. Hoe voelt dat? Ik vind het voelen alsof je een motor rijdt. Dat heb ik dus ook. Omdat je, het zadel zit best hoog. En gewoon je voeten staan langs elkaar. Het voelt echt, het is, ja, als er een motor op zat. Je kan geen snelheid maken, maar zo dramatisch is het toch niet? Ja, valt mee. Ik vind het nice. Het ik is ben, grappig. Ik was wat gaan gappen. Ja, de eerste. Oké, Brian gaat nu dus deze eerste proberen helemaal te springen met die trappers. En dan die inspringen. Kom op, dat lukt je wel. Ah. Oké, die was al best close. Ah. What the fuck? Gaat het denk je lukken om die tweede in te springen? Ik denk niet, maar ik kan het proberen met de eerste oppakken. Ja, doe je best, joh. What the fuck, man? Nee, dat wordt hem ook niet. Oké, die tweede inspringen blijkt lastiger dan gedacht. Ja. Dus ik ga het proberen. Oké, Jelle. Ja, let's go. Let's go. Oh, bijna. Ja! Ja! Oké. Yo! Ja! Yeah. Ga je ook proberen op te pakken? Ja, is goed. Oké, bro, ik moet dus van Brian gaan oppakken. En dan ga ik hier zelf nog dubbel achterwiel proberen. Yo! Oh! Zal ik zijn paddles even naar voren schieten? Oké, even een close-up nu van waar zijn paddles zo doorschieten. Hé, hey, Brian. Ja. Net toen ik daar nog uitreed, toen deed ik achterwiel, inspring, oppak, spring. Dus die wil ik ook even gefilmd hebben. Oké, ik ga nu filmen wat Jelle net zei, maar het klonk echt geniaal. Oh! Oh, Brian! Ja! Brian, kom maar! Heb je met die snelheid genoeg om die bult te springen? Misschien wel. Misschien haal ik deze. Zou ik deze denk je halen? Ik heb best veel snelheid. Zoals wij zeggen, gewoon doen. Is goed. Oké, Jelle gaat nu proberen deze eerste bult te springen waar ik nu op sta. Als het hem lukt, krijgt hij een rolmantels van mij. Ja, dan komt hij. Yo! What the fuck, man? Anne, hoe voelt dat? Echt, je voelt je zo mogol als je dit doet, maar het geeft zo'n smile op je gezicht. Het geeft zo'n smile. Ik zweer het je. Dit is echt leuk. Maar goed, boys, ik denk dat dat wel een mooie afsluiter was van deze video. We gaan nu naar huis. Natuurlijk wel met normale trappers, want dat is niet te doen. Daar kom je niet ver mee. Nee, vond je dit nou een leuke video? Doe zeker even een duimpje omhoog. En zeker abonneren. Ja. Ja. Doei. Doei. Hoi.